In de eerste paragraaf van hoofdstuk 6 hebben we gezien hoe landen als Engeland, Frankrijk, maar ook Nederland door de eeuwen heen gigantische koloniale rijken hadden gesticht. Op dit plaatje zie je Engeland uitgebeeld als octopus die allerlei landen over de hele wereld verspreid aan het innemen is. In deze paragraaf gaan we de directe oorzaken van het modern imperialisme bekijken. Hoe was het nou mogelijk dat met name Engeland en Frankrijk grote rijken konden veroveren in Afrika en Azië vanaf 1870? We gaan hierbij kijken naar drie verschillende ontwikkelingen. Allereerst werd het makkelijker, goedkoper om grote gebieden te veroveren en te besturen. Maak niet de fout om te denken dat het nu goedkoop was om een kolonie te veroveren en te besturen, maar het werd in ieder geval een stuk haalbaarder met de moderne middelen. In de vorige paragraaf hebben we al een aantal technische hulpmiddelen voorbij zien komen. Heel belangrijk was natuurlijk het aanleggen van telegraafkabels voor de communicatie. Daarnaast hebben we gezien dat er allerlei moderne wapens waren ontwikkeld door de Europeanen die ze konden inzetten en ze maakten daarnaast gebruik van moderne vervoersmiddelen, zoals stoomschepen en stoomtreinen. Nieuw veroverd gebied kon op twee manieren worden bestuurd door de Europeanen. Er was allereerst het directe bestuur. Dit betekende dat wie er voorheen ook de macht had gehad in een bepaald gebied werd afgezet of verdreven en dat de Europeanen met gebruik van geweld de macht overnamen, het bestuur van het land innamen en daarmee alle macht in handen kregen. Er was ook een tweede manier van besturen. Deze werd onder andere door de Fransen en de Nederlanders gebruikt, het indirect bestuur. Jij moet deze term goed kunnen uitleggen. Het betekende dat inlandse vorsten en andere inlandse bestuurders niet werden verdreven, maar juist werden ingeschakeld bij het bestuur van een kolonie. Ze gingen samenwerken met elkaar. Niet alleen de Fransen en de Nederlanders deden dit, maar zoals je op deze afbeelding kunt zien, deden de Britten het ook in India. Het is belangrijk dat je begrijpt dat er twee bestuurssystemen waren, zoals beschreven het directe bestuur en het indirecte bestuur. Maak niet de vergissing om te denken dat het indirecte bestuur iets te maken had met het aanleggen van de telegraafkabels, zodat landen op afstand konden worden bestuurd. In beide gevallen, zowel bij het directe bestuur als bij het indirecte bestuur, waren er altijd Europeanen in de kolonie zelf aanwezig. De telegraafkabel zorgde er echter wel voor dat er veel betere communicatie mogelijk was met het moederland. Een tweede ontwikkeling die direct heeft gezorgd voor het ontstaan van het modern imperialisme was de grote vraag naar grondstoffen voor de Europese economie. Afrika en Azië waren rijk aan allerlei producten. Denk hierbij aan katoen voor de productie van goedkope kleding, rubber, een belangrijk product voor de opkomende auto-industrie en natuurlijk olie, wat kon worden verwerkt in brandstof. Een belangrijk punt wat al eerder is uitgelegd, is dat deze kolonies natuurlijk ook werden gebruikt als grote afzetmarkten. Dit betekende dat de halffabrikaten die vanuit Afrika en Azië naar Europa werden verscheept, in Europa zelf tot volwaardige producten werden omgevormd en die vervolgens weer in de kolonies werden verkocht. Een goed voorbeeld hiervan is de katoenproductie. De Britten haalden gigantische hoeveelheden katoen uit India om er vervolgens goedkope kleding van te maken die ze weer in hun kolonies zelf konden verkopen. Op deze afbeelding zien we een belangrijke vrijheidsstrijder uit de 20e eeuw die in protest kwam tegen dit beleid. Hij riep de Indiërs op zelf hun kleding te gaan spinnen en niet meer de kleding van de Britten te kopen. Hij stelde namelijk dat door het kopen van Britse kleding de Indiërs zichzelf tot slaaf maakten van de Britten. Hij zou uitgroeien tot een centraal figuur van het protest tegen de koloniale bewind in India. Ken jij zijn naam? Naast het feit dat het gemakkelijker, lees goedkoper werd om koloniaal gebied in te nemen door de Europeanen en het feit dat er een gigantische vraag was ontstaan naar grondstoffen voor hun industrie, was er een derde belangrijk punt dat direct leidde tot het ontstaan van het modern imperialisme van 1870. Het gaat hier over het nationalisme in Europa. De nationalistische gevoelens zorgden voor veroveringszucht in Europa. Europese landen wilden hun macht en aanzien vergroten. Er ontstond onderling een soort wedstrijd om koloniaal gebied. Dit is een beroemd plaatje over de kolonisatie van China. Er worden verschillende wereldmachten getoond die China als een taart aan het verdelen zijn. Zou jij kunnen vertellen welke landen dit zijn? Frankrijk, Engeland en het net ontstane nieuwe Duitse Rijk waren allemaal uit op gebiedsuitbreiding. Met name door de komst van een sterk nieuw land in het hart van Europa, het Duitse Rijk in 1871, ontstond er veel wantrouwen onderling. De landen beseften dat zij in Europa moeilijk konden uitbreiden en gingen om die reden buiten de Europese grenzen op zoek naar nieuw land. Deze onderlinge concurrentiestrijd zorgde voor gigantisch veel spanning in Europa en is een van de belangrijke oorzaken voor het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog
in 1914. In de volgende paragraaf gaan we bekijken hoe Azië ten tijde van het modern imperialisme door Europa werd gekoloniseerd.